Ja, natuurlijk vandaag heel veel mail gehad. Alle mensen die vragen van, gaat dan vandaag het Glamorama Journaal wel door? Tuurlijk, het Glamorama Journaal gaat altijd door. Iedere dag weer. Nou, hier zijn we dus. Komt-ie! Dit was vorige week eventjes in het nieuws. Emiel Ratelband gemolesteerd. Ja, hij zou bij een of andere band, een hardrock band, wat opnames verzorgen. Maar hij werd buiten de studio opgewacht door een groepje wilde vrouwen die hem in elkaar begon te beuken. Nou, dat vonden we eigenlijk wel geinig nieuws. Alleen ja, vandaag blijkt het allemaal één grote fake vertoning te zijn. Kijk, er zijn beelden uitgelekt. Hier komt Emiel aan. Geweldig! Maar hier, dit is toch echt, ja, dit is... Hey, dom aan! Moeten die wijven dan hier? Emiel, pas op man! Jezus! Dat was wel slecht geacteerd. Slecht, slecht, slecht. Maandag begint het nieuwe televisieseizoen pas echt. Man bij het Rond is dan ook weer van de partij. Ja, kennelijk zijn de achterlijke in Nederland nog steeds niet op. Want het is de programmamakers wederom gelukt om de overtreffende trap van Infantiel in beeld te brengen. Misschien zeg ik het een beetje iets te grof zo. Laten we zo zeggen, er zijn weer heel veel paradijsvogels geportretteerd. Ga ik op mijn drukdoos zitten en dan ga ik even een drukje doen. Correctie, waar we zeiden paradijsvogels bedoelen we Mongolen. De uitsmijter van de dag, die is van Corrie Konings, want Corrie heeft een nieuwe single. Hij heet Morgen is alles weer heel anders. Ja, die titel had ook wat korter gekund, maar goed. Morgen zijn we er weer. Morgen!